Hallo allemaal, welkom op kanaal Creatief met Rebecca. Ik ga vandaag weer collage doen. Ik ga dit keer de nieuwe spulletjes gebruiken die ik bij de Action heb gekocht. Ze hebben momenteel bij de Action hele leuke nieuwe stempelsetjes. Dus het lijkt me leuk om hier een pagina mee te maken. Ik ga ze niet allemaal gebruiken, maar ze hebben deze bloemen. Hebben ze, en ze hebben nu ook een soort vintage set. Een mooie, in ieder geval een mooi doosje als het goed is. Moet dus open kunnen. Oh, even de plakken eraf. Kijk, dan kan het blaadje open. Kijk, en dan. Kijk, en dit zijn allemaal een soort vintage-achtige stempels. Dus die leek me ook wel heel leuk om misschien eentje te gebruiken. En ik heb ook bij de Action deze stempelset meegenomen met 5 stempels in rood en met zwart. Dus rood-roze tinten en eentje met zwart. Ik ga ze niet allemaal testen. Dat zal ik misschien in een andere video laten zien als jullie dat graag willen. Hoe alle stempels eruit zien. Maar voor nu ga ik dit gebruiken in mijn collage journal. Ik heb natuurlijk ook lijm klaargelegd. Ik weet niet of ik die nodig heb. Ik heb hier wat stickers klaargelegd en natuurlijk mijn papiertjes. Dus ik zou zeggen, pak gewoon een lekker kopje thee erbij. Ga lekker zitten en dan gaan we gewoon lekker aan de slag. Ik zag dat mijn boekje bijna vol is. Kijk, nog een paar bladzijden voordat ik een nieuwe moet bestellen. Ik heb ook deze heb ik in een A6 ook besteld. Ik heb even mijn klemmetjes erbij bijpakken. En ik heb ook nieuwe journal spulletjes besteld via Temu. Dus die hoop ik over, nou ik denk 2-3 weken binnen te krijgen. Maar als het zover is, dan laat ik dat zeker aan jullie zien. Ik zal even kijken voor een achtergrondpapier. Het lijkt me leuk om soort vintage stijl achter, dus ik denk dat ik iets van een soort brief neem. Of een boek. Nee, die vind ik leuker. Ja. Kijken. Eerst maar even zo. Een beetje op een soort achtergrondje kan plakken. En hier doen. Dan kan ik ook hier een mooie stempel doen. Bloemen ga ik doen. En dan ga ik deze openmaken. Als ik stikken eraf krijg, dan moet ik mijn schaartje bijpakken. En ik ben ook benieuwd hoe het met jullie gaat. Het is natuurlijk behoorlijk herfstachtige weer. De zomer laat echt nog even op zich wachten, heb ik het idee. Zo maakte ik vanochtend ook even een grapje toen bij de tandarts was. Ik zei, ik denk dat de zomer pas in september komt. Want vorig jaar was in september ook mooi weer. Ja, kijk. Ik heb geen ervaring met de stempelkussens van DecoTime. Dus ik heb ook echt geen idee hoe ze stempelen. Maar ik vind het bijvoorbeeld leuk om gewoon een keer te experimenteren. Ik weet ook helemaal niet of dat een succes geworden is. Maar ik denk, laat ik gewoon eens een keer rood doen of zo. Dat is gewoon een kleur die... Dit is een beetje grapefruit. Dus een beetje roze. Of een beetje roze-achtig. Blush. Is het blush? Zullen we gewoon blush proberen? En ik heb geen idee of dit een succes gaat worden. Misschien... Mislukt het wel helemaal. Dat kan natuurlijk ook.
te licht? Of... Hij heeft hem niet helemaal goed gepakt. Je ziet het hier bij de bloemen. Daar heeft hij hem dus niet goed gepakt. Wel die zijkantjes. Maar die middelste, terwijl die wel gekleurd is, dat is balen. Maar goed. Ik pak anders gewoon een andere kleur en anders dan... Ik zal gewoon het zwart maar doen. Kijken wat hij dan... doen. Ja, ik heb geen ervaring met het inkpad van Decotime. Dat is zo goed is. Nee, zie je, het midden pakt hij niet goed. Terwijl die wel... Of het ligt aan mijn boekje, dat het niet helemaal goed is. Maar hier in het midden blijft hij een beetje kalig. Dus het kan misschien ook aan mijn boekje liggen, omdat er natuurlijk een dingetje hieronder zit. Dat hij daarom niet plat ligt. Wacht. Ik ga mijn boekje eruit halen. Ik ga het even doorspoelen deze video en haal mijn boekje eruit. Kijk of ik dit al ga doen. Want er zit natuurlijk nog een strikje. Ja, maar niet helemaal zo. Het was dus inderdaad het boekje, maar goed, dan weten we dat in ieder geval. We slaan de bladzijde anders gewoon even om. Kunnen we wel even het andere. Anders, deze is mislukt. Ik kan er of iets overheen plakken. Of ik laat hem even zo. Maar misschien kunnen we ook gewoon even een andere stempel testen. Dat is ook wel leuk. Met een rondje. Voilà, dat is die. Dit is roze die. Dus we nog één keer de strawberry nog even testen. En dan ga ik zo meteen verder op de volgende pagina. Dan beginnen we daar opnieuw. Voilà, kijk. Oh, dit is ook mooi. Oké, goed. Even, dit was even een experiment. Zoals jullie zien, bij mij lukt het ook wel eens, omdat mijn boekje niet plat was. We gaan gewoon naar de volgende pagina. Hups, oké. En we beginnen gewoon opnieuw. Kijk. Even schudden. Lijmen. Ook leuk om video's opnemen. Zie je bij mij dat het niet altijd even goed gaat. Dat mag ik net niet drukken. We beginnen gewoon opnieuw. Met de stempel. Voilà, gelukt.
een rode stempel op te doen. Meegenomen. Deze. Hier. Ik heb nog een kleine ticketje. Hier zo in zitten. Of ik heb zin bloemetje. Ik pak het even mijn. Ik heb al mijn stickers gewoon in een plastic zakje. Ik heb gewoon niet de ruimte om alles netjes in de lades te doen. Of dat. Ik heb gewoon niet zo heel bergruimte. Ja, dat heb ik hier. Ja. Zo, ik heb hier stickers met bloemetjes. Even kijken. Deze is wat. Oh nee. Even kijken. Deze. Kijk, zo. Hupsakee. En dan denk ik dat ik deze pagina, hij is heel eenvoudig, niet veel. Ik ga nog even kijken of ik nog een leuke tekst erbij kan vinden. Deze ook even zo. Hupsakee. Die kant uit. Creativiteit vraagt om moed. En dit was in ieder geval het eerste gedeelte van de twee stempels die we even getest hebben. En het kussentje, nou, zoals jullie al bij de eerdere pagina gezien, bij mij gaat het ook wel eens mis. Maar goed, ik hoop dat jullie wat inspiratie hebben opgedaan om mezelf een leuke pagina te maken. En met stempels aan de gang te gaan. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.